En meteen verder. De politie heeft de bewakingsbeelden opgewaardeerd van deze spectaculaire ramkraak. Die liep wat anders dan gepland. Dit buurtwinkelcentrum, de Botter, met een aantal winkels en een supermarkt, ligt in de gelijknamige wijk in Lelystad. Overdag is het hier levendig met mensen die boodschappen doen. En om de hoek zit een kinderopvang. 'S Avonds is het hier stil. In de stilte van de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 december 2012, het is dan bijna kerst, proberen drie mannen zo tegen 3:30 die grijze deur daar open te breken. Ze willen uitkomen bij de achterkant van de geldautomaat. Met de bedoeling natuurlijk om die leeg te halen. Maar waar het ook aan ligt, vlekkeloos verloopt het allemaal niet die nacht. Nadat een auto, helemaal boven in beeld, iemand lijkt te hebben afgezet, zien we die nacht op de bewakingsbeelden van de Plus supermarkt een rode Volkswagen Transporter voorbijrijden. Daarna duikt er aan de zijkant van de supermarkt iemand op, misschien wel degene die net is gebracht. Makkelijk voor ons is dat hij zich even omdraait en zich pas daarna vermomt. Wat later zult hij met gereedschap en toont ons nogmaals zijn gezicht. En daar is een tweede man. Hij gaat na verloop van tijd een auto halen. Haast lijken de twee niet te hebben. Het wachten is op een derde man. En die meldt zich in de rode Volkswagen Transporter. En dan zet de bestuurder de bestelwagen nog een keer in zijn achteruit. De twee mannen kunnen aan de slag en krijgen al gauw hulp van de derde man, de bestuurder van de inmiddels gehavende bestelbus. Echt vlotte doet het niet en heel gecoördineerd ziet het er ook niet uit. De toegang naar de geldautomaat zelf blijft hermetisch gesloten. Een ketting, vastgemaakt aan de bestelwagen, moet uitkomst bieden. Maar knapt al bij de eerste poging. De tijd begint nu toch wel te dringen. Na nog wat laatste wanhoopsacties zet de bestuurder de Volkswagen Transporter weg, iets verderop, op de parkeerplaats, en worden de tas en het gereedschap opgeborgen in de vluchtauto. Het is eigenlijk heel raar dat die daders zo uitgebreid de tijd hebben genomen, want er zitten hier allemaal huizen in de buurt. Buurtbewoners die hier dan ook heel veel lawaai horen, bellen de politie. En die beginnen direct een grote zoekactie naar de daders. Dan lijkt de zaak diezelfde nacht nog te worden opgelost. De politie vermoedt dat de daders zijn gevlucht in een Volkswagen Golf. Even later die nacht wordt op de A6 bij de afslag Muiderberg een hardrijdende Golf staande gehouden, met daarin vier mannen. Drie daarvan komen uit Lelystad. Maar drie van de vier kunnen aantonen dat ze op het moment van de ramkraak ergens anders in Lelystad waren. De verdachten worden weer vrijgelaten. De politie zoekt dus nog steeds de daders van de mislukte ramkraak op de geldautomaat hier achter mij. Ja, die daders wisten te ontkomen, maar zonder buit. Dat dan weer wel. Maar meneer Jensen, hebben behoorlijke schade achtergelaten. Ja, het herstel van die pui, dat heeft echt heel veel geld gekost. En daarnaast hebben ze gebruik gemaakt van de gestolen Volkswagen Transporter. Ja, daar bleef ook helemaal niets van heel. Die hebben ze achtergelaten bij het winkelcentrum. Uiteindelijk ook in de brand gestoken. De oorspronkelijke kleur is rood, op beeld lijkt net of die wit is. Ja, die ramkraak was dus eind december 2012. Waarom bent u nu hier? Omdat we toch denken de daders wel uiteindelijk te kunnen pakken. We hebben nieuwe informatie binnen, daar zijn we op dit moment mee aan het rechercheren. En we hebben de beelden beter opgewaardeerd. Dus gaan we daar nog een keertje naar kijken. We zien daarop dus de drie mannen die deze ramkraak uitvoeren. Als eerste de man die zich het beste laat zien. Ook in zijn gezicht dus even. Man met een stevig postuur, draagt een muts, een lichtkleurig jack met capuchon, heeft een donkere broek aan en sportschoenen. Zien we hier de tweede dader. Die lijkt wat smaller gebouwd, draagt een donkere jas met capuchon en spijkerbroek. En lichte sportschoenen. En dan hebben we hier nog de bestuurder van die gestolen rode Volkswagen Transporter. Hij draagt een blauwe jas met capuchon en een donkere broek en donkere schoenen.
Ja, en vlak nadat we die transporter zeg maar, door het bewakingsbeeld zien rijden voor de eerste keer, zien we ook dat er twee fietsers rijden. Nou, het kan best wel goed zijn dat die zeg maar, voorbereidingshandelingen hebben gezien en willen heel graag met deze twee fietsers in contact komen. We gaan ook naar die getuigen kijken. Hier zien we eerst de transporter rijden. En buiten beeld moet hij dus die twee fietsers zijn tegemoet gereden, want die komen dan van de andere kant af het beeld in rijden. En op andere bewakingsbeelden, net even daarvoor, zijn ze wat beter te zien. We zien bijvoorbeeld dat die fietser rechts een schoudertas draagt, diagonaal over zijn rug. En die twee hebben daar even na 3:15 in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 december 2012 dus die bestelbus zien rijden. Hoorde misschien later ook van die rampkraak vlak daarna. De politie wil graag met u in contact komen, dus bel. Nou komen die fietsers waarschijnlijk uit Lelystad zelf. En daders misschien ook wel. Dat denken we ook. En ook wel door meerdere redenen. Onder andere dat die bestelbus zeg maar, oorspronkelijk uit Lelystad komt. Die stond geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeerplek aan de Horst. Bij het Geldersdiep in de Boswijk. Nou, die daders die zijn dwars door de wijken weggevlucht. En nou, voordat je bij de snelweg bent, is het toch wel 5 à 6 minuten. En dan moet je toch behoorlijke plaatselijke kennis hebben wie dat kunnen halen. Er zit nog een belangrijk spoor in die bewakingsbeeld, want we zien dat de daders zijn gevlucht in een donkere Volkswagen Golf. Dat klopt. Voordat ze uiteindelijk wegreden, is 2 keer het portier, het bestuurdersportier, open en dicht gegaan. En dan zie je dus in het portier een lampje aan gaan. Dus wellicht zegt dat wat. Ja. En de 2 laatste aanknopingspunten in de zaak liggen hier bij ons op de desk. Want dit is achtergebleven, breekijzer en een stuk ketting. Ja, en wellicht zegt iemand iets dit, zeg maar in december 2012. In de combinatie deze twee dingen, wellicht geeft het een aanwijzing. We horen graag van u. Bij de tiplijn of bij M natuurlijk. En u kunt ook een afspraak maken met de politie om daar in vertrouwen informatie over deze zaak te delen. Het nummer van het team Nationale Criminele Inlichtingen is 079 345 8999.